Hallo, hallo. Ik ben Moot van Houwaard. Ik ben schrijver en performer. In die zin dat ik elke keer op zoek ga naar nieuwe vormen, per forma voor de poëzie. Zowel op het papier, op het podium als ver daarbuiten. En vandaag wil ik het graag even hebben over transmedial storytelling. Een begrip dat ik zelf voor het eerst hoorde een paar jaar geleden op een lezing binnen het CELAB-project waar ik deel van uit mocht maken. Een begrip, transmedial storytelling, dat ik toch best wel eye-opening vond. Ik wist daarvoor natuurlijk al dat je als schrijver heel veel verschillende media kunt inzetten om je verhaal te versterken. Je kan bijvoorbeeld een gedicht maken en vervolgens dat gedicht gaan animeren, een animatiefilmpje creëren. Je kan een verhaal omzetten in een augmented reality omgeving, een virtual reality omgeving. Wat is het allemaal? Tal van nieuwe media die we dus tot onze beschikking hebben om iets extra's toe te voegen aan onze tekst. Maar wat, en dat was toch een beetje een Copernicaanse omwenteling voor mij als ik daar op die manier begon over na te denken. Wat als je die nieuwe media niet gebruikt om iets extra's toe te voegen aan je verhaal, maar als je echt vanuit die nieuwe media denkt om van daaruit je verhaal op te bouwen en vorm te geven, dan ontstaan er zoveel nieuwe mogelijkheden. En dat deed me echt op een nieuwe manier nadenken over literatuur. Als schrijver ben je altijd gebonden aan dat blad papier. Ik zie een A4-blad ook als een speelplaats met zijn eigen spelregels, eigen wetmatigheden, maar ook met eigen beperkingen. Als je bijvoorbeeld een blad hebt en je schrijft daar een zin op, dan ben je gedwongen om op het einde van die zin naar een nieuwe regel te gaan. Voilà, gewoon omdat hier aan het einde komt van het blad. Die beperking heb je natuurlijk niet in een online omgeving. Daar kan je zin gewoon oneindig en oneindig lang doorgaan. En dat biedt echt een nieuwe mogelijkheid, een nieuw perspectief. Ik denk dat velen onder u misschien wel het boek Rayuela, een hinkelspel van Julio Cortázar kennen. Ik had het jullie graag getoond, maar ik heb het boek cadeau gedaan. Al mijn lievelingsboeken, die geef ik weg, waardoor ik ze dus niet meer in huis heb. Een fantastisch boek dat je uitdaagt om als lezer niet lineair te gaan lezen, maar werkelijk te gaan hinkelen. En waarbij je eigenlijk op bepaalde plekken in het boek de uitnodiging krijgt om verder te springen en terug te keren. En op die manier dus een heel avontuurlijke leeservaring te beleven. Dat is perfect mogelijk om dat tot uitdrukking te brengen in een boek. Dat is dus op die manier ook gebeurd. Maar eigenlijk kan dat nog veel gemakkelijker en eenvoudiger in een online omgeving. Waarbij je bijvoorbeeld met hypertext kunt werken. Bepaalde woorden die opgelicht zijn en die je van daaruit naar een nieuw stuk tekst brengen. En je op die manier ook steeds dieper kunnen doen duiken in een verhaal. Dat vind ik best interessant om op die manier opnieuw over literatuur te gaan nadenken en na te denken over welke mogelijkheden het ons biedt. Niet alleen secundair, als een tekst er eenmaal is, maar eigenlijk primair, nog voor we eigenlijk ons verhaal gaan vertellen. Nu, ik wil jullie vandaag graag één projectje laten zien en daarover vertellen. Dat ook binnen dat kader past en dat ik kon maken binnen het CELAB-project. En dat project is ontstaan vanuit één zin. Namelijk, ik woon niet meer in het huis, maar het huis woont nog in mij. En ik wil een klein gedachte-experiment met u uitvoeren. Ik wil u vragen om even terug te denken aan uw ouderlijk huis. Het huis waar u bent opgegroeid als kind. Kan u zich dat nog herinneren? Misschien is dat een huis waar u nog altijd woont.
Misschien is dat een huis waar u al heel lang niet meer bent geweest. Misschien is dat zelfs een huis dat niet meer bestaat. Probeer eens terug te denken aan dat ouderlijk huis. En probeer even de route te tekenen, mentaal dan, van de voordeur van dat huis tot aan de slaapkamer. De plek waar u als kind sliep. Hoe ging u van die voordeur naar die slaapkamer? Welke gangen moest u door? Welke deuren moest u openen? Was er een trap die u op moest gaan? Probeer even die route voor u te zien. Nu, als ik uw lijn zou tekenen en alle lijnen van de mensen die hier naar luisteren, dan zouden we wellicht samen één tekening kunnen vormen die er ongeveer zo uitziet. We zouden samen een abstract kunstwerk kunnen maken met al uw routes. Dit is de verzameling van routes die ik heb opgetekend in Brussel, waar ik het project voorstelde. En dit is een verzameling van routes. Ik moet het zo houden, denk ik, als ik het me goed herinner. Die ik optekende in Nederland. En wat meteen opvalt, is dat die lijnen hier echt vanuit verschillende kanten komen. En na enige bevraging bleek ook dat er in Nederland heel veel mensen hun huis via de achterkant betreden. Dat er dus in Nederland wellicht opvallend veel achterpoortjes zijn. Achtertuintjes waar langs je de huizen kunt binnengaan. Ik kan me voorstellen dat dit interessant onderzoeksmateriaal zou kunnen zijn voor architecten of mensen die nadenken over ruimtelijke ordeningen. Wat vertelt dat ook over culturen? In elk geval, ik heb heel wat lijnen verzameld in verschillende steden, verschillende verhalen ook die ik daarbij optekende. Maar ik heb mij uiteindelijk voor het project gebaseerd op 5 verhalen. 5 verhalen van mensen die hun huis om verschillende redenen zijn verloren. Ik heb met een vrouw gesproken in wiens huis brand is uitgebroken, waardoor alles op een bepaalde dag met een laag roet was bedekt. Heel haar huis was zwart van die roetvorming. Ik heb een jongen gesproken die zijn ouderlijk huis is moeten verlaten na een pijnlijke scheiding tussen zijn ouders. Ik heb ook onder andere mijn vriendin bevraagd, die zelf Joodse is en die ooit in de jaren 90 is moeten vluchten vanuit Georgië tijdens de burgeroorlog. Ik heb mij uiteindelijk gefocust op 5 verhalen van echte mensen, echte verhalen dus, die ik gefictionaliseerd heb. Die verhalen heb ik omgezet tot een soort van droomverhalen. En die verhalen die zijn samengekomen in een plattegrond dat ik jullie graag wil laten zien. Ik ga even mijn scherm delen. Zo, normaal gezien. Dan kunnen jullie nu de website thehouseinme.com hier samen met mij bekijken. En op die website staat dus een plattegrond met daarin de 5 verhalen waarop ik mij heb gefocust. Het verhaal van Marleen, Tamta, Jorik, Corre en Pieter. Ik heb pseudoniemen gebruikt en een korte inhoud van die verhalen die vind je onder de knop info. Hier vind je dus een korte samenvatting van de werkelijke verhalen. Maar ik heb ze, zoals ik al gezegd heb, gefictionaliseerd. En je moet je inbeelden dat die personages in hun eigen droomwereld rond waren in hun ouderlijk huis. Als waren zij een soort schimmen die in een oneindige lus die route aan het bewandelen zijn, van de voordeur tot aan de slaapkamer en terug. En door het feit dat ik al die lijnen samenbreng in één plattegrond, lijkt het eigenlijk alsof die mentale ruimtes op elkaar komen te liggen. Je moet je voorstellen dat die personages
op die manier elkaar misschien ook af en toe kunnen kruisen, daar waar de lijnen elkaar raken en kruisen. Heel concreet, want misschien klinkt het nu wat zweverig, dat is het helemaal niet. Als user van dit platform kan je kiezen om het verhaal van één persoon te beluisteren. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik ga luisteren naar het verhaal van Marleen. Ik ben vertrokken vanuit de voordeur en ik ga zo helemaal tot aan haar slaapkamer. Dat zou kunnen. Of je zegt, ik begin bij Marleen, maar ik ga... Oei, het begint hier al te spelen. Ik begin bij Marleen, maar hier op dit kruispunt, en de cirkeltjes geven de kruispunten aan, sla ik af en dan ga ik naar het verhaal van Tanta. En zo ga ik verder. En voilà, misschien kom ik wel uit bij het verhaal van Pieter en beland ik uiteindelijk in zijn slaapkamer. Op die manier kan je dus als user je eigen verhaal gaan kiezen. Ik ben vertrokken met die 5 centrale verhalen, maar uiteindelijk zijn er maar liefst een 50-tal mogelijke combinaties die hieronder verstopt liggen. Je kan dus luisteren naar 50 verschillende verhalen. Ik stel voor dat we misschien even een kort verhaal gaan beluisteren. Dan krijgt u een beetje een sfeer van hoe het klinkt. Ik ga beginnen bij Tanta en dan eindigen we in het verhaal van Marleen. Tanta is trouwens mijn vriendin, dus die is moeten vluchten als kind. En Marleen is de vrouw wiens huis is uitgebrand. We gaan eventjes luisteren. Soms moet je verschillende keren op de playknop drukken. Voilà. Ik doe de deur open. De gang voor mij is smal en donker. Het plafond opvallend laag. Het ruikt hier naar pasgebakken brood. Op de grond liggen donkerblauwe vloertegels. Op sommige tegels staat in een mozaïek van bordeauxrode steentjes een jodenster afgebeeld. Ik wandel door de donkere gang. Op een van de tegels met jodenster staat een klein meisje. Ze bukt zich en raapt iets op van de grond. Ik kom dichterbij en zie dat ze heel traag een broodkruimel naar haar mond brengt. Vervolgens hinkelt ze naar een andere tegel met jodenster. Ook daar raapt ze een kruimel op, brengt die naar haar mond. Zo hinkelt het meisje van ster naar ster. Ik volg haar tot aan een slaapkamer. Alles is met roet bedekt. De boekenkast, het bed, de lakens. Zij steekt er bleek tegenaf. Ze gaat liggen in het bed. Ik zie haar lippen bewegen. Ik breng mijn oor dichter bij haar mond om te kunnen begrijpen wat ze zegt. Ze fluistert. Er zijn zoveel dromen nodig om thuis te kunnen komen. Zo. U hoorde plots de muziek veranderen. Dat is het moment dat we hier op dat kruispunt kwamen. En de uitdaging voor mij als schrijver was natuurlijk om ervoor te zorgen dat al die verhalen toch in elkaar konden klikken. Hoe vreemd soms ook de overgangen aanvoelen. Maar dat kon ik mij permitteren, want net omdat het droomverhalen zijn, kan je ook soms in vreemde bochten gevrongen worden. Ook in onze dromen zijn er soms vreemde samentrekkingen of verdichtingen of personages die plots iemand anders worden. Dus door het feit dat ik voor die magisch-surrealistische wereld heb gekozen,
kreeg ik vanzelf de mogelijkheid ook om daar als schrijver mijn vrijheid in te nemen. Ik denk dat wat ik hier heb proberen te maken, dat dit heel moeilijk te vertalen zou geweest zijn in een boek. Het zou misschien wel gekund hebben door een boek te maken waarin je ook uitgenodigd wordt om te gaan hinkelen en verschillende routes kunt gaan volgen. Maar dit is eigenlijk een heel zuivere representatie van het idee. En je kan eigenlijk heel makkelijk uitleggen hoe het in elkaar zit. Je zou nu kunnen denken, en ik ga even stop sharing my screen doen, dat dit een pleidooi is tegen het boek. Nu, eigenlijk is het tegendeel waar, want ik geloof heel sterk dat door de opkomst van de nieuwe media we het boek opnieuw kunnen waarderen, herwaarderen, opnieuw in zijn waarde kunnen gaan zien. Vooralsnog hebben wij als schrijvers, denk ik, vaak heel snel gekozen voor het boek. Hè? Of elke keer opnieuw kiezen we voor het boek omdat het meest voor de hand liggende medium is. Maar daar stellen we ons eigenlijk zelden vragen bij, omdat het gewoon heel logisch is. Oké, je bent schrijver, dus je kiest voor het boek. Terwijl door die oneindige mogelijkheid die er nu ontstaat en al die nieuwe media die erbij komen, kunnen we ook weer heel bewust gaan kiezen voor het boek. Voor dat prachtige object, hè, want het blijft nog altijd mijn lievelingsmedium, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En dat geeft ons denk ik ook de mogelijkheid om niet gewoon heel veel boeken te blijven drukken. Er is zo'n overaanbod. Maar om als we een boek maken, dat dan ook weer met heel veel zorg te doen. En ook ons bewust te zijn van dat medium en dat object dat we kunnen gaan vormgeven. Het interessante ook is dat, denk ik, soms één verhaal op verschillende manieren tot uitdrukking kan gebracht worden. Dat gold trouwens ook voor dit project, hè, want het heeft een uitwerking gehad in dat digitale platform op die website. Maar ik ben daar nog mee verder gegaan. Binnen mijn stadsdichterschap, zoals u misschien weet, ben ik stadsdichter geweest van Antwerpen. En tijdens mijn stadsdichterschap heb ik eenzelfde vraag gesteld in een sociale woonwijk. Ik weet niet of u vertrouwd bent met dat begrip, een sociale woonwijk. Dat is een wijk waarin sociale woningen staan. Veelal allemaal identieke huisjes voor mensen die vaak zelf geen huis kunnen betalen. En de stad of de provincie of de gemeente helpt die mensen dan eigenlijk aan een huisvesting. En binnen dus één sociale woonwijk in Antwerpen, Groenenhoek, zo heet die wijk, heb ik de vraag gesteld aan heel wat bewoners. Beschrijf eens de route in uw ouderlijk huis van de voordeur, nu niet tot uw slaapkamer, maar wel tot de warmste plek van dat huis. En dan bedoelde ik niet meteen de letterlijk warmste plek, maar de plek waar je het meest thuis voelde. Dus eigenlijk een gelijkaardige vraag, een klein beetje een andere nuance. En die verhalen zijn samengekomen in dit tastbaar ding. Deze keer heb ik dus bewust gekozen om er geen website van te maken, ook omdat veel mensen die daar wonen minder makkelijk toegang hebben tot het internet of niet altijd hun weg daarnaar vinden. Maar heb ik gekozen voor dit, bestaande uit enerzijds een boekje, waarin ik alle verhalen heb genoteerd, of toch fragmenten uit de interviews, die ik heb afgenomen, telkens met de lijnen die je ernaast vindt. En naast dat boekje heb ik ervoor gekozen om een handdoek te laten maken. En waarom een handdoek? Omdat het mij was opgevallen dat heel veel mensen, of eigenlijk de meerderheid van de mensen, verwees naar de keuken of de eetkamer als de warmste plek van het huis. De plek dus waar samen werd getafeld. En dat gaf mij dus het idee om uiteindelijk een handdoek te laten ontwerpen met aan de ene kant de combinatie van al die lijntekeningen, die dus opnieuw een soort van abstracte werk vormen, en aan de andere kant een gedicht
een gedicht dat ik schreef, ja, geïnspireerd eigenlijk door al die verhalen. En ik wil graag deze lezing over Transmedial Storytelling Project afsluiten met het voorlezen van dat gedicht. Ik hoop dat ik u misschien hier en daar heb kunnen prikkelen of inspireren. En ik kijk er alvast ontzettend naar uit om ook met collega's, schrijvers, dichters na te denken over de toekomst van de literatuur en welke mogelijkheden die nieuwe media ons allemaal bieden. Het gedicht heeft als titel Heim. Of Heim, zoals je wil. In het huis in mei staat de piano van de buren vals. Klamp ik mij vast aan het been van mijn vader. Walsen we wanneer ik weer eens niet kan slapen in het licht van het testbeeld op tv. In het huis in mij dool ik door gangen die alsmaar langer worden. Vind ik nieuwe kamers, zoals laatst een waarin mijn grootmoeder zat te bidden tot Antonius voor al wie ze verloren is. Ik zie weer de continenten die de schimmel schetste op het plafond. Ruik weer de hete confituur die ziende rogen in de bokalen stolt. Met de lijmresten van verschillende etiketten, zomers boven elkaar. Soms zie ik dat huis in mij, in de verste velden, kan ik er met moeite scherp op stellen. Dan weer plooit het zich groot en dwingend in mij open. Zijn er zoveel mensen dat de muren er bol van staan. Ik sta altijd op de tocht. Soms laat het huis in mij mij niet meer binnen. Beuk ik tegen de deur, zie door het aangedampte raam mijn familie zitten en onder tafel ik, waar ik het liefste zat, in het oog van het kolkende geroezemoes. Het huis in het huis, in mij. Met de borden als hete pannen op het dak. De benen als zuilen van mijn kleine Pantheon. Ik tel de voeten en blijf tellen tot ik zeker ben dat iedereen die er moet zijn, er is. Ik hoop dat iedereen die er moest zijn, er was. Dank je wel.